De onderbezetting op directieniveau binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren zal vanaf 1 juni tot het verleden behoren. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. 6 officieren zijn vandaag benoemd tot onderdirecteur. Hiermee is het directieteam van het KPS binnen de strafinrichtingen compleet ingevuld. De directeur operationele diensten van het ministerie van Justitie, Alton Helstone, zegt dat de onderbezetting een heet hangijzer was. Hij is dankbaar dat dit probleem tot het verleden behoort. Ook justitieminister Stuart Getrouw twijfelt niet aan de kundigheid van het team. Hij vroeg aan de nieuwe directieleden om hun werk naar eer en geweten te doen.